Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. De temperaturen zijn inmiddels aardig aan het oplopen in het zuidwesten van Europa. In Frankrijk en in Spanje en Portugal temperaturen op steeds meer plaatsen boven de 30 graden. En als we naar morgen en overmorgen kijken, dan zien we dat die oranje en rode kleuren steeds dichter bij Nederland komen. Morgen komt oranje al mooi in Nederland, waarde dan van 27, 28 graden. En we zien dat het in het zuidwesten van Frankrijk al ruim boven de 30 graden worden. In Spanje, daar is het warmst, 35 tot 40 graden. De Nationale Weerdienst geeft daar ook waarschuwingen voor uit. Ook in Italië, heerlijk zomerse temperaturen. En als we dan nog even naar de woensdag gaan kijken, nou, dan zal het je niet verbazen dat het dan nog warmer wordt. Want je hebt ongetwijfeld de berichten al gehoord dat we in Nederland dan op 30, misschien lokaal zelfs 34 graden uit gaan komen. In het midden van het land rond de 29 à 30 graden. De warmte in Spanje is nog steeds volop aanwezig. Een heel groot gebied met de donkerste kleur. En dat is 30 tot 35 graden of hoger. En ook in Italië en in Griekenland en in het zuidwesten van Turkije. Zomerse temperaturen en de warmte breidt zich ook eindelijk naar Duitsland uit. En dat zien we dan ook terug op de weerkaart voor morgen voor Duitsland. Een hele lokale onweersbui in de buurt van de Alpen of in het grensgebied van Slowakije en Hongarije. Maar verder vooral flinke zonnige perioden en oplopende temperaturen. In het noorden van Polen nog steeds rond de 20 graden. In het zuidwesten van Duitsland komt de 27 graden op de kaart. Dus dat gaat de goede kant op voor de vakantiegangers. En ook in Frankrijk, Spanje en Portugal dus hoge temperaturen morgen. Het loopt zo'n beetje op van iets onder de 30 graden in het noorden van Frankrijk tot ruim boven de 30 graden in het zuiden van Spanje en in het oosten van Portugal. Lokaal zelfs 38 à 40 graden. En ook in Italië dus mooi zonnig weer. Daar wel in de buurt van de bergen een lokale bui. Maar het stelt niet al te veel voor. Een overgrote deel van Italië en ook van de Balkanlanden heerst vooral de zon en is het echt zomerweer. Dan nog even Griekenland en Turkije. Ook daar morgen schitterende omstandigheden, volop zonneschijn. Op de eilanden vanwege de zee natuurlijk altijd wat lagere waarden. Maar 25 tot 28 graden is daar ook heerlijk. En heel heet is het nog steeds langs de Turkse zuidkust. 35 tot 40 graden. En dan Nederland, want wij doen ook eindelijk mee aan het zomerweer. Vanavond een heerlijke zomeravond. Halverwege de avond is het zo'n 20 tot 24 graden. Er staat weinig wind en de zon die schijnt nog heerlijk. Rond 9:45, 10:10 gaat de zon onder. Dan krijgen we een nacht met weinig bewolking. Misschien wel nevel of een mistbankje. Minima tussen de 11 en 16 graden. En als we dan morgen de gordijnen weer open doen, dan zien we de zon alweer schijnen. Een volop zonnige dag. Slechts op een enkel plekje misschien een stapelwolk. Maar vooral heel veel zon. Weinig wind ook. Uit de oostelijke richting. Oost tot zuidoost. En daardoor wordt het in het binnenland 28 tot lokaal 30 graden. Op de stranden 25 graden. Maar in de loop van de dag kan er wel een zeewindje opsteken. En als die opsteekt, dan gaat de temperatuur wat naar beneden op de stranden. En dan kijken we nog even wat verder vooruit. De woensdag, de warmste dag, 28 tot 33, lokaal zelfs 34 graden. Er kan een onweersbui ontstaan. Als die ontstaat, is het ook meteen een pittige bui met flink wat regenval. Maar we denken echt dat het maar een lokale verspreide bui is. Dus verwacht niet op uitgebreide schaal noodweer. Maar het is wel een dag om de warmte in de gaten te houden en later op de dag ook onze regenradar. En dan donderdag en vrijdag is de kans op een bui wat groter. Temperaturen gaan naar beneden. Maar 22 tot 26 graden op de donderdag. 21 tot 24 graden op de vrijdag zijn natuurlijk gewoon heerlijke waarden. En dat enkele buitje, dat nemen we dan gewoon voor lief. En als we verder vooruit kijken, dan valt de piek op de woensdag op. Maar als je goed kijkt, dan valt de rest van de periode ook op dat het kwik prima op niveau blijft. Zo tegen de 25 aan schommelt het. En dat is eigenlijk een heerlijke waarde voor ons land. Moet wel zeggen dat op de meeste dagen er ook kans is op een bui. Maar totaal verregende dagen, die verwacht ik niet. Dus ik wens iedereen heel veel plezier met het zomerweer. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.